Hey Corinne hier van de ReviewBaas.nl, en in deze video gaan we de Io Lichttherapie Bril reviewen. Lichttherapiebril, uh, Bril, zo, het is een lastig woord, moeilijk uit te spreken. Maar um, ja, deze is tegenwoordig razend populair. Heel veel mensen die, uh, zijn er naar op zoek willen hem graag aanschaffen. En dat komt gewoon simpelweg omdat de donkere dagen weer voor de deur staan. Uh, het bioritme van mensen gaat uh, naar de knoppen. Slaapkwaliteit gaat achteruit en daarmee ook gewoon de kwaliteit van. Je dagelijkse leven, van je levensstandaard. Om dat op te lossen kun je gebruik maken van lichttherapie. En dat doe je dus door middel van een lichttherapiebril. En in deze video ga ik een van de best aangeschreven lichttherapiebrillen reviewen. Mocht je naar de website willen van deze bril, ga je naar het linkje dat je hier in beeld ziet staan: dereviewbaas.nl/slash um, io-lichttherapiebril. En dan kom je op de website terecht. Kun je verder ook nog meer informatie over vinden. Even kort, wat is de AYO Lichttherapiebril? Heel simpel, het is een lichttherapiebril dat gebaseerd is op jaren van onderzoek en wetenschap. En hier kom ik zo nog eventjes op terug. Uh, het geeft optimaal blauw turquoise licht. Zoals je kunt zien ook op de afbeelding, uh, ja, is het gewoon simpelweg eigenlijk een bril die je op hebt zonder glas. Uh, waar, waaruit blauw licht in je ogen schijnt. Uh, het heeft een golflengte van 450 nanometer, zegt jou verder waarschijnlijk niet zoveel. Uh, maar dit is dus verder niet schadelijk voor de ogen. Zoals je kunt zien ook aan het model zitten er geen knoppen op de bril. En dat komt omdat de bril bestuurd wordt uh, door je app op je telefoon. Daar ook zo meer over, want het zijn ook nog persoonlijke programma's die je in kan stellen. Uh, de bril heb je ongeveer zo'n 20 minuutjes per dag op. Uh, het ligt er een beetje aan uh, waar je last van hebt, wat je wilt verbeteren en wanneer je hem opzet. Um, de bril die gaat dus eigenlijk zorgen voor meer energie over het algemeen gezien. En dat heeft meerdere voordelen eigenlijk op elk vlak van bril. Uh, je, je, de kwaliteit van je leven. Hoe gebruik je de IO Lichttherapie-bril? Dat is eigenlijk vrij simpel. Er zit dus geen knop op. Je gebruikt hem via de Go IO-app. Dat is gewoon een app die je kan downloaden in elke app store. Uh, gratis ook gewoon. Die krijg je gewoon bij de bril als het ware. Die kun je alleen gebruiken als je de bril hebt. Dus die app kun je downloaden en vervolgens kun je kiezen uit drie verschillende programma's. Je hebt Sleep, dus uh, om je slaapkwaliteit te verbeteren, om je bioritme aan te passen. Om ja, Beter te kunnen slapen. Je hebt travel, dus persoonlijke programma's als je gaat reizen. En dat schijnt ook te helpen tegen uh, jetlags. Daar heb ik zelf verder geen ervaring mee. Zeker in deze tijd wordt er niet zoveel gevlogen. Uh, maar het schijnt dus dat je hier programma's voor in kan stellen ook. Die, uh, waar, uh, wat zich afstemt op je reis. Uh, waardoor de blauwe licht dus aangaat. En daar eigenlijk zo voor zorgt dat je uh, bioritme weer in het juiste spoor komt qua. Uh, Slaap, als het ware, dus dat je dan minder last hebt van een jetlag. Ik geloof nooit dat het helemaal voorkomen kan worden, maar zeker wel uh, dat je er minder last van kan hebben. En daarnaast uh, heb je nog het Energy-programma, en dat zorgt dus voor over het algemeen gezien meer energie. En dat is vooral wanneer je de bril 's ochtends opzet, en dat is ook wanneer ik uh, het vaak doe. Maar er zitten dus geen knoppen op de bril, je bestuurt hem volledig vanuit de app. De voordelen van zo'n lichttherapiebril, ik heb er net al een aantal kort genoemd, maar je gaat je direct lekkerder voelen door de verbeterde nachtrust die je hebt. Dus door je bioritme zo aan te passen uh, dat je daadwerkelijk moe bent als je gaat slapen, dan kom je dus lekkerder in slaap, je wordt minder vaak s'nachts wakker, dit zorgt dus voor uh, verbeterde nachtrust. En daarnaast, als je een goede nachtrust gehad hebt, heb je gewoon overdag veel meer energie en voel je je over het algemeen lekkerder in je vel. Het is eigenlijk bizar dat zo'n bril, zo'n lichttherapiebril 20 minuutjes per dag dit al voor elkaar kan krijgen. Nou, 20 minuutjes bij het opstaan is erg prettig. Dat is ook aan te raden. Daardoor heb je, uh, sta je gelijk fris op als het ware. Je bent gelijk lekker wakker en hierdoor heb je uh, genoeg energie in de ochtend. En deze energie hou je ook de rest van de dag vast. Dus dat is zeker aan te raden. Uh, verder kun je controle krijgen over je bioritme. Dus gewoon het ritme waarin je biologische klok eigenlijk ingesteld is, die kan je. Uh, aanpassen doordat je met het blauwe licht je slaaphormoon kan onderdrukken. Dus stel uh, je wordt moe, dan zet je die bril op om er nog wat uit te stellen. En vervolgens, op het moment dat jij echt wil gaan slapen, zet je de bril uit en dan kan je, gaan, uh, kan je gewoon lekker in slaap gaan vallen. Dus je kan het slaaphormoon hiermee onderdrukken. En dat is een van de uh, grootste voordelen van zo'n bril. Nou, en het schijnt dus te helpen tegen jetlag, maar nogmaals, hier heb ik geen ervaring mee. Uh, dit heb ik wel op gevonden ook op de site. IO maakt deel uit van het Cabin Crew Experience Lab van KLM. Jetlags zijn helaas onlosmakelijk. Met luchtvaart verbonden, de Ayo lichttherapiebril kan een groot verschil maken bij het oplossen van dit probleem. Nou, dat zegt Rogier van Beugen, Director of Innovation KLM. Dus uh, alle stewardessen en piloten, althans heel veel hiervan, gebruiken deze bril om zo jetlags te verminderen neem ik aan. Want ik heb nog steeds nergens gelezen dat het volledig voorkomen kan worden en ik denk ook niet dat dat mogelijk is. Nou, de bril die brengt vooral in de winter veel verschil. Want je krijgt weer de kortere dagen, korte donkere dagen. Je bioritme raakt hiervan van een beetje in de war. Je gaat minder lekker slapen. Hierdoor heb je minder lekker uh, minder energie overdag. En ga je gewoon over het algemeen uh, ja, jezelf wat, wat minder goed voelen. Je zit wat minder lekker in je vel. En zo'n lichttherapiebril kan hier dus heel erg bij helpen. En het is in ieder geval dus uh, proberen waard. Zeker als je ziet dat het de kwaliteit van je leven kan verbeteren. Nou, mocht je daar naartoe willen, mocht je er nu al meer over weten, ga naar dit linkje. Ik heb het linkje ook in de beschrijving van de video staan, dan kun je er heel gemakkelijk naartoe. Belangrijkste aspecten van deze lichttherapiebril: uh, het werkt niet op batterij, maar uh, het werkt met een oplaadbare case. En deze case is tevens ook de beschermcase. En het is echt aan te raden om gewoon continu, als je deze afzet, doe hem gelijk in de case. Uh, dan blijft hij gewoon heel, en ja, dan laat je hem gewoon weer opnieuw op. Mocht je hem eventjes niet in de case kunnen doen, geen tijd voor hebben, mocht je hem langere tijd meenemen, op hebben of iets dergelijks. Hij kan 10 uur lang zonder opladen. Uh, en de pasvorm die kun je zelf instellen van de bril, dus naar je eigen hoofd. En daarnaast zijn de programma's die je gebruikt met deze bril nog persoonlijk in te stellen. Dus ga nu niet de bril gebruiken van een ander met hetzelfde programma, maar stel eerst een ander programma in voor jezelf. Begrijp me natuurlijk niet verkeerd, je kan gewoon één bril gebruiken voor het hele gezin bijvoorbeeld. Maar zorg dan wel dat als jij hem opzet, dat je een persoonlijk programma instelt en kiest. Ik gaf het net al aan, het is gebaseerd op wetenschap. Heel veel universiteiten en ik kan ze uh, allemaal op gaan noemen, maar er zijn een hele hoop universiteiten die uh, deze bril hebben onderzocht. Daarvan zijn de grootste instituten eigenlijk Harvard. University, NASA zelfs en Oxford University, zeker geen onbekende namen, die hebben hier jaren uh, onderzoek naar gedaan en ook bevestigd dat lichttherapie uh, werkt om uh, een positief effect te krijgen op de kwaliteit van je leven. En dat heeft dus te maken met het aan kunnen passen of onderdrukken van het slaaphormoon en dus het aanpassen van je bioritme, daardoor meer energie krijgen en hierdoor voel je je gewoon simpel lekkerder uh, overdag. Dus er is eigenlijk uh, heel veel wetenschap aan te pas gekomen, maar uiteindelijk is de werking niet zo moeilijk uit te leggen. Dat komt dus door ja, wat ik net vertelde. Goed, er zijn een aantal nadelen aan de lichttherapiebril, uh, het heeft een vrij forse prijs. Uh, de prijs van die bril, en dan moet ik hem eventjes de, erbij kijken: de prijs van die bril uh, is 299 euro in totaal. Dus best een forse prijs. Um, maar die, ik heb je ook een kortingscode voor je en daarmee betaal je dus 30 euro minder. Uh, ga naar deze link, nogmaals staat in de beschrijving de reviewbaas.nl/io lichttherapiebril. Vul bij de checkout in hoofdletters io in en dan krijg je nog een leuke 30 euro korting. Dus mocht je deze bril al aan willen schaffen, dan uh, adviseer ik je zeker om hier gebruik van te maken, want die 30 euro is natuurlijk mooi meegenomen en dan is het zeker een prima prijs voor een bril met deze kwaliteit. Verder blijft het een bril en deze is simpelweg gewoon fragiel. Dus een van de grootste tips: ga er niet op zitten en berg hem dus altijd gewoon goed op in de case zodat hij heel blijft zodat je hier lang van kan gaan genieten. Conclusie: en kopen. Uh, het heeft een positieve werking op de uh, kwaliteit van je leven. Je krijgt meer energie en je kan een hogere slaapkwaliteit uh, verwachten en een verbeterde levenskwaliteit doordat je dus uh, die andere. Voordelen al krijgt door het gebruik van de blauwe lichtbril of de lichttherapiebril. Het is een goede, sterke bril, maar nogmaals, een bril blijft fragiel, dus berg hem goed op. Um, hij werkt ook fijn met de app, met persoonlijke programma's, dus het is echt wel een, een geavanceerde bril. Uh, het heeft verder wel een redelijk hoge prijs, maar met de kortingscode is dit prima te doen. Uh, absoluut een aanrader en zeker ook uh, aan te raden om gewoon eens te gaan proberen. Want als nu je slaapkwaliteit slecht is, als je bioritme. Uh, verstoord is, als je gewoon last hebt van deze dagen, eigenlijk in de winter vaak wat minder voelt, ik denk dat best wel veel mensen dat hebben, dan is een bril als deze uh, absoluut aan te raden. Wat ik je dan aanraad, is ga naar deze link: derivierbaas.nl/slash uh, io-lichttherapiebril. Lees nog eventjes meer over die bril. Mocht je er nog meer willen weten, op de website staat heel veel uitgelegd over de wetenschappelijke onderzoeken. Die wilde ik allemaal niet in deze video verwerken, want dan gaat het een hele lange video worden. En ik denk dat niet heel veel mensen hier geïnteresseerd in zijn. Maar dat de meeste mensen gewoon graag willen weten wat voor bril het is, wat die doet en of het aan te raden is of niet. Bij deze heb je antwoord gehad op die vragen. Maak gebruik van die kortingscode. Het is 30 euro en die 30 euro korting is natuurlijk weer mooi meegenomen. En dan kun je weer iets anders leuks van doen. Ik hoop dat je veel gehad hebt aan deze video. Uh, als het zo is, laat vooral even een like achter en plaats even een reactie onder de video. Ook als je nog vragen hebt, laat het vooral even weten. Dan ga ik kijken of ik je hiermee kan helpen. Dat gezegd hebbende, wil ik je heel erg bedanken voor het kijken van deze video. En dan uh, hoop ik dat ik je terugzie in de volgende.